Je favoriete moment van de week is hier. Het is niet de Bonus Level podcast. Het is niet de Gamer.nl podcast. Het is de Power Praat podcast. Oftewel die van Power Unlimited. Deze week schuiven bij mij aan Ron Vosterman van de Gamer.nl podcast. Onder andere. En we hebben Koen. Koen. Yes. De gast. We hebben gewoon een heuse gast in ons midden. Voordat we beginnen even een shout-out. Want we worden namelijk gesponsord. En ik heb nog een tweede ding. Wat wil je? Eerst de sponsor of eerst het tweede ding? Wat is het tweede ding? Jullie mogen kiezen. Nou, je bent benieuwd naar het tweede ding? Nou, ja. Ja? Oké. Het tweede ding is, tussen nu en 20 minuten worden de boodschappen bezorgd. Holy shit, is het zeg maar zo'n grappig wagentje? Nee, het is... ik ga ze niet noemen, maar het is de sponsor van Max Verstappen. Zeg maar. Oh, die. Nee, die zijn niet grappig. Die wil ik ook niet omduwen. Die kleine, smalle wagentjes, die kun je echt zo heerlijk omduwen. Die zijn grappig. Dus we moeten straks misschien even een klein intermezzo hebben. Terwijl ik naar beneden ren om de deuren open te doen en heel snel de boodschappen naar binnen wip. Maar het enige wat ik heb is om 3 uur een telefoontje en een andere meeting. Maar verder ben ik helemaal bereikt. Oh, dan gaan we lekker door. En ik heb geen leven. Dus helemaal goed. Dat is ideaal. Jij zit hier gewoon. Nou, dan volgt hier de shout-out naar AOC. Die hebben namelijk deze aflevering mede mogelijk gemaakt. Of nog niet, dat gaat nog gebeuren. Maar weet je wat ze hebben gedaan? Ze hebben mij een monitor opgestuurd. Dat is de AOC C27G2U. En die mag ik hoop houden. Maar ik denk het niet. Maar ik mocht hem wel testen. Dat zou mooi zijn. En dat heb ik dus gedaan. 165 hertz, 1 milliseconde vertraging, Full HD en VA paneel. En ik ben de afgelopen week lekker Hades aan het spelen op deze. Oh mijn god, wat heb jij genoten de afgelopen week. Op een 144 hertz monitor? 165. Ik speel hem ook op 165 hertz monitor. Niet die van onze sponsor. Zou ik misschien moeten doen omdat het onze sponsor is, dat weet ik niet. Ja. Alleen, maar jij hebt hem nu gekregen, ik wel. Het is een ervaring van je welste, holy shit. Ja, vette game. Hey Koen, we moeten eigenlijk jou nog introduceren. Maar we gaan eerst naar de bumper. Bumper, komt-ie. Hou je vast. Bam, bumper. Ik vind hem nog steeds niet mooi. Elke keer als ik dat zeg, dan na 5 minuten ben ik het weer vergeten om dan aan te gaan passen, zeg maar. Dus we moeten het nog steeds met deze oude bumper doen. Maar goed, we hebben Koen. Koen. Onze vaste volgers, kijkers en mensen die een beetje geïnteresseerd zijn in de industrie van de videospelletjes, die kennen jou ongetwijfeld wel. Maar stel jezelf even voor. Doe het gewoon even. Ja, in een notendop Koen Schobbers. Ik was e-sports professional. Vanwege mijn geneeskundestudie uiteindelijk de eerste met een topsportstatus om een carrière te combineren met mijn geneeskundestudie. Tegenwoordig weliswaar in het bedrijfsleven beland. En zo heb ik... Eigenlijk 2 bedrijven. De focus ligt op Parents of Play, waarmee we opvoeders helpen met gamende kinderen. En de andere is eigenlijk meer consultancy, het werken met bedrijven, het presenteren, presentaties geven op conferenties. Dat soort dingen doe ik tegenwoordig in de gaming en de e-sports industrie, ja. Dus je bent een bezig bijtje? Bezig bijtje. Hè. We houden ons allemaal druk bezig met deze industrie. En ook internationaal met de Global E-sports Federatie, waar ik dan bestuurslid ben en betrokken bij de atleet- en spelerscommissie. Daar komen ook nog leuke projecten en dingen voorbij. Dus, want dat vraag ik me af. Hè? Want jij zit best wel diep in de e-sports. Hoe komt zo'n federatie dan bij jou? Want wij in Nederland zijn op zich nog best wel klein. Er zijn heel veel e-sporters. Ja. En waarom zeggen ze, hey, we moeten Koen hebben? Nou, dat is eigenlijk, het komt uit 2016. Toen had Joost Rozet, ook wel de ontwikkelaar van het programma, een competitie op televisie omtrent e-sports. En hij was betrokken bij de Nederlandse e-sportbond samen met Robin Boeren. Robin is de president, de voorzitter, zeg maar. Ja. En de Internationale E-sports Federatie, de IESF, die had contact met Nederland. Ze wilden een atletencommissie opzetten. En ze wilden ook graag een atleet uit Nederland. Ja, en toen zei de bond, nou ja, we kennen er een. En dat is Koen. Okay. Dus zo ben ik vervolgens bij die atletencommissie gekomen. Bij de Internationale E-sports Federatie ben ik 4 jaar onderdeel van geweest. Ja, dan doe je toch een netwerk op en een naam op. En uiteindelijk ontstond de Global E-sports Federatie, die toch weer een stuk professioneler is en beter. En toen ben ik gevraagd om daarbij te komen, uiteindelijk ook bestuurslid te worden. Dus zo is dat gegaan. Wat zijn jouw taken? Bij de Global E-sports Federatie? Bij de Global E-sports Federatie.
Nou, ik zit dus in de atleten- en spelerscommissie. Dus wij houden ons echt bezig met dingen die met atleten te maken hebben. Dat kan diversiteit zijn, dat kan contractueel zijn, dat kan gezondheid zijn, welzijn zijn. Het kan projecten zijn voor de UN of de Verenigde Naties, voor refugee camps bijvoorbeeld, waar we specifiek ook naar kijken. Presentaties geven bij conferenties, zoals pas geleden een summit. Een global summit, okay. Waar onder andere ook de CEO van McLaren Racing sprak, Zak Brown, vette gast. En ja, dus dat. Ben je nou en uiteindelijk als we kijken naar, wat zei je? Ben je nou aan het vet shamen? Ik ben wel fan van Formule 1, dus ik vind het zo super vet dat zo'n Zak Brown dan bij zo'n conferentie aanwezig snap is. Snap je, is het ook. En alleen, ja, het is allemaal online, jongens. Dat is zo jammer. Ik had zo iemand graag in het echt ontmoet. Maar goed, en bij kijk, als je in het bestuur zit, dan beslis je ook echt over dingen die gaan gebeuren. Dus dan krijg ik om de zoveel keer een keer een mail, waarbij je als het ware je stem moet laten horen van deze partij heeft ons benaderd. Dit is het verhaal, wat vind je ervan? En dan ga je echt keuzes maken op grotere schaal. Maar ik vraag me dan af, hè, misschien is dit een te erg deep cut, I don't know, maar... Global Esports Federatie, is dat dan een vakbond? Of zijn jullie meer commercieel, dat je evenementen organiseert? Of zijn jullie echt voor spelers, voor begeleiding? Waar zit dan de hoofdmoot van jullie taak? Het is echt inderdaad een soort vakbond. Net als bij traditionele sporten, dat je federaties hebt. Dus ons businessmodel is in die zin niet commercieel. We verkopen niks. Maar de Global Esports Federatie verdient aan de partnerships en de leden. En dat zorgt uiteindelijk voor een bepaald soort van abonnementsysteem, zou je het bijna kunnen noemen. Hè? Elk jaar weer. En met die inkomsten kan je vervolgens weer allemaal dingen gaan uitrollen en opzetten. Naast dat als je partners hebt, dat het ook heel erg scheelt in de kosten. Dus we hebben ook Microsoft als partner en verschillende traditionele federaties, zoals tennis, surfen. En die werken mee. Dus dan hoef je ook niet echt... kosten aan hun... ze kosten niks, omdat ze samenwerken met jou als federatie. Ja. Dus dat scheelt ook natuurlijk. Ja. Dus je besteedt minder, maar je hoeft je brengt misschien ook minder ja, op. Want stel, ik ga... Omdat je niet stel, ik, Ron Vorstemans, ik ben heel erg goed in Hades. Je zou kunnen zeggen dat er weinig mensen beter zijn. Dat zou je kunnen zeggen. Daar zou je geen gelijk in hebben, maar dat zou je kunnen zeggen. En stel dat ik dat geloof en ik zeg, ik word Hades e-sporter. En er zijn heel veel mensen die dat ook denken en er groeit een competitieve e-sport scene rondom Hades. Een scenario dat nooit gaat gebeuren. Maar goed, het is maar even een voorbeeld. Hoe gedij ik bij het feit dat ik, weet ik veel, x aantal euro per maand betaal aan de e-sports federatie? Oh, nee, we doen niks met spelers zelf. Dus we zijn er voor de spelers, maar de nationale federaties die hebben contact met de lokale spelers. Waarbij wij als atletencommissie voornamelijk dus contact hebben met de nationale en ook de absolute wereldtop. Dus we hebben ook contact dan via Tencent, dat is een founding partner van de Global Esports Federatie. Tencent. Hebben we contact met, hebben we contact met hele grote spelers in verschillende games. Pas geleden ook hebben we een speler in de atletencommissie gekregen, dat is Tokido. Hij is heel bekend in de fighting community. Een van de top 5 legends wordt hij ook wel genoemd. Dus dat zijn spelers waar we wel directe interactie mee hebben. Maar spelers die toch op een misschien wat lager niveau functioneren. Dat gaat allemaal via de nationale federaties. En dan de nationale federaties hebben weer een eigen inkomstensysteem. Oké, ik snap het min of meer, denk ik. Dus de de local e-sporter of gamer, die zou inderdaad bijvoorbeeld iets kunnen betalen aan de nationale federatie, maar vervolgens de nationale federatie betaalt aan de global e-sports dus federatie. Ik betaal mijn geld als klein voetballertje aan de KNVB en niet aan de UEFA, zeg maar. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als, je hebt de lokale club, hè? Bijvoorbeeld in Hees, waar ik ben opgegroeid, was dat HVCA. De HVCA zit weer vast aan een grote systeem. Hees, shout-out, mede Brabo. Jezus, ik ben niet gewend dat ik in een podcast zit en dat ik niet de enige Brabo ben. En het geluk is ook dat als de nationale federaties hebben vaak ook partners. Hè, de sponsoren die ook weer zorgen voor geld, waardoor de contributie of dat soort zaken voor lokale spelers natuurlijk geminimaliseerd wordt. In Nederland hebben we trouwens ook een bond. Is niet groot, hè, niemand die daarbij zit of daar iets betaalt. Maar toch zijn die wel aangesloten. Okay. Dus zulke dingen. Maar er is dus een Nederlandse bond, maar niemand zit daarbij?
Tot op heden, ja. Behalve dan, je hebt de voorzitter Robin Boer. Joost die adviseert daar ook in. Ik help wanneer ook nodig. En verder, het is een beetje kip-en-ei verhaal. Want de Nederlandse Bond, je moet sponsoren hebben of geld hebben om echt iets op te kunnen zetten. Maar tegelijkertijd, om sponsoren aan te trekken en zo, moet je eigenlijk iets hebben. Ja. Dus ja. Nou, misschien Ron, onze Hedische e-sporter. Ja. Twin Fists. Ja. Speel je zelf nog, Koen? Want je bent natuurlijk... Je was actief in Trackmania. Ja. Maar ja, ik hoor het al niet meer dus. Nee. Al heel af en toe, maar niet meer professioneel of actief. Ik vind mijn werk eigenlijk te leuk. Ik ben de hele dag gewoon met mijn werk... Ja, hobby bezig, hè. Van je hobby je werk maken. Ik heb een tijdje na Trackmania dus Rocket League nog gespeeld. En uiteindelijk... Op de mobiel was het Call of Duty Mobile, waar ik voor de lol met vrienden speel. Als ik met vrienden ben, dan speel ik af en toe nog wel eens. Maar verder zelden. Oké. Okay. Dus wat vind je van die nieuwe Trackmania eigenlijk? Heb je die gespeeld? Nog niet gespeeld. Wel gezien en gevolgd. En daardoor ook veel feedback gezien en gehoord. Ook van de professionals waar ik nog altijd contact mee heb. En weet je, de game brengt weer een hele nieuwe dynamiek met verschillende blocks. Ja. Hè? Je hebt Ice, je hebt de Sausage Road, zoals we dat ook wel noemen. En het zorgt ervoor, ja inderdaad, het zweven ook. En het zorgt ervoor dat de professionals weer hele nieuwe dingen moeten leren. Dus dat maakt het op het begin heel leuk. Tegelijkertijd hoor ik ook dat mensen, het wordt wat snel saai op de een of andere manier. En één ding wat ze hebben weggenomen zijn de Rammsteins. In de oude Trackmania had je die grijze zijkanten, die curbstones als het ware, aan de zijkant van de weg. En die konden nog wel eens onverwacht zijn, hè? Dat als je er overheen reed, dat je een bug kreeg en dat de baan uitvloog of dat soort dingen. Die zijn er nou niet meer. Dus er is een gedeelte van misschien de spanning of het aansnijden van bocht is weg. Maar goed, ik ben geen speler, dus ik heb daar verder niet veel mee te maken. Het WK... gaat voort in de Game Trackmania. We hebben professionele teams die allemaal een Trackmania rider hebben. Sommige teams met een paar honderdduizenden volgers. Dus dat is goed voor de game. Ja. En we zien wel waar het heen gaat. Ik support Trackmania nog altijd voluit. Meer als kijker tegenwoordig. Maar ik vind het gewoon nog altijd een geweldige game. Ja. Ja. Hoe is er even terug naar het algemeen Nederlands plaatje. Hoe is de e-sport scene in Nederland? Begint het al eindelijk iets te worden? Want Team Liquid heeft natuurlijk kort geleden gigantisch centrum geopend in Utrecht. Heeft denk ik weinig impact op de Nederlandse scene. Maar hoe gaat het met die Nederlandse scene? Ja, inderdaad. Team Liquid, het is mooi in ieder geval dat ze hier wat geopend hebben. Internationaal wat dat betreft kregen ze ook natuurlijk kwamen ze in de media. Dus mensen weten, hey, Liquid in Nederland, hoofdkantoor. Maar de Nederlanders, naast dat wat mensen op bezoek gaan, hè, die zie je af en toe met foto's terugkomen. Of de mascotte van Team Liquid gebeurt daaromheen niet heel veel. Kijken naar de industrie, en dat zullen jullie ongetwijfeld ook gezien hebben. Vanaf een beetje 2016, 17, toen uiteindelijk Inside Esports startte op Fox. Dat was een soort kleine push. Toen had je de E-divisie, wat toch wel een grotere push was, omdat iedereen in Nederland opeens zag, verrek. Voetbalclubs met de FIFA-speler, waarom en hoe dan? En E-divisie en hoe werkt dat? Nou, dan heb je vervolgens Ahoy, die eigenlijk gemeente Rotterdam moet ik zeggen, die komen met een DreamHack in 2019, waar 11.000 mensen naartoe zijn gegaan. En ik denk dat zulke grotere momenten en zulk media-aandacht, wat ook positieve licht schijnt op de industrie, wel heel belangrijk is om op een positieve manier door te groeien. Wat dat betreft, de omzet in Nederland blijft groeien. Hè? Dus dat blijft stijgen en omhoog gaan, wat in die zin positief is. Want dat kan natuurlijk weer geïnvesteerd worden. En het is wat dat betreft een beetje een kwestie van tijd tot het groot is. Want ja, de oudere generatie die toch wat minder games speelt, of de hele oude generatie die er misschien niks mee heeft, ja, die overlijdt. En de jongere generatie die groeit ermee op. Voor hun is het heel normaal. Dus kwestie van tijd totdat het alleen maar groter gaat worden. Maar zulke piekmomenten helpen wel heel erg. Ja. En hoe zit het qua spelers? We hadden natuurlijk een Fortnite-speler, die was tweede geworden tijdens het WK. Ja, Royo. Ja. Ja, Royo, klopt. Hebben we nog een beetje talent rondlopen in Nederland? Of is daar gewoon te weinig? Ja, weet je, je hebt Vipo, hè, League of Legends, Fnatic. Je hebt dan in Rocket League bij Dignitas. Ik weet niet zeker of die daar meer zit. Ik ben de naam van de speler ook vergeten. Maar ik weet dat het een Nederlander was die een tijd lang bij Dignitas een paar keer wereldkampioen is geweest. Nederlander ook.
kijken we naar jonge talenten. Ja, een van de grote gebeurtenissen denk ik ook is de Fuse Kids, Lowland Lions. De Fuse Kids die met hun Counter-Strike team gewoon absoluut domineerden in de hele Benelux-industrie. Die het toch af en toe ook probeerden internationaal. Alleen konden ze daar nooit echt doorbreken. Weet je, ze zitten er tegenaan, maar echt doorbreken is lastig. Dus het is, weet je, in Nederland is het in e-sports verhaal misschien net hetzelfde als voetbal. Als je een talent hebt, gaat hij naar het buitenland. Ja. Ja. Maar zijn er, misschien weet jij dat wel uit jouw kring, zijn er echt grote bedrijven geïnteresseerd nu in e-sports? Die zoiets denken van, oké, we pakken een Nederlands team, we gaan het groot maken. Want dat is wat, toch een beetje wat het nodig heeft, professionalisering in Nederland. Ja, ja, je zegt pak een Nederlands team. Ik zie voornamelijk bedrijven die op marketinggebied graag campagnes doen. Denk aan Vodafone Ziggo, waar ik ook mee gewerkt heb. Grote partij, doet meerdere dingen in de e-sports industrie, maar ook heel erg internationaal weer. Ja, wat zijn andere hele grote partijen? Je hebt bij H20 e-sports, heb je Rabobank die groot is ingestapt met de Rabo e-sports Arena, heet dat dan daar. Ja. Weet je, zo. Maar ook zo'n H2O e-sports Arena, dat is dan weer in Purmerend. Weet je, wie gaat er nou in godsnaam naar Purmerend? Ja, dat is in, ze noemen het ook wel Noord-Amsterdam, hè? Ja. Maar en het is niemand. Ja, wat dat betreft, het is misschien qua centraal, hè, het is, wat is het, 3 kwartier denk ik van Centraal Station Amsterdam. Het is wel heel tof als je... Ja, maar dat heeft toch geen seksappeal, man? Je gaat toch geen grote... Ja, je gaat toch geen toernooi hosten van in de Rabobank e-sports arena in fucking Purmerend? Ja, ik snap als je, weet je, zo'n Ahoy, dat is sexy. Als er zo'n League of Legends, als zo'n massa helemaal losgaat. Maar als we straks gewoon mensen moeten ontvangen op Schiphol, internationale spelers, en die gaan we dan naar Purmerend. Het klinkt echt alsof ze daar het WK stierenschoppen aan het houden zijn. Het heet ook H20 eSports Amsterdam, maar het is officieel inderdaad in Purmerend. Ja, dus, ja. Het is wel een heel tof gebouw als je kijkt naar hoe ze het opgezet hebben. Ja, ik ben er geweest. Het ziet er heel nice en fancy uit. En die mensen die dat allemaal opzetten, daar heb ik ook alle vertrouwen in. Maar gewoon zoiets moet je toch gewoon in Utrecht hebben of in Amsterdam. Gewoon groots. Dat je gewoon bam. Ja, er zijn wel partijen die... kijk, H20 is degene die het verste is, laten we het zo zeggen. Maar er zijn wel andere vastgoedpartijen die interesse hebben om iets vergelijkbaars op te zetten. Niet zo'n arena, want daar moet je wel echt... dat is eigenlijk een gymzaal omgebouwd tot een soort e-sports arena, klopt. Zoals dat in H20 is gebeurd. Daar moet je gewoon heel veel ruimte voor hebben. Maar een vergelijkbaar concept kan je wel op meerdere locaties uitzetten. Zoals bijvoorbeeld een Utrecht inderdaad, gewoon midden in het centrum. Ja, en is het publiek daar ook voor dan? Stel, Ron en ik gooien al ons YouTube-geld bij elkaar. Ik ben nu al klaar. Ja. En we gaan een soort van Amsterdam Arena bouwen voor de e-sports. Let's do it. Kunnen wij dit jaar nog 40.000 man op de been brengen om ons stadion voor te krijgen? Of is dat publiek er gewoon niet? Nee. Weet je, tenzij je echt internationale doelgroep gaat aantrekken. Hè? Ik bedoel, met League of Legends hebben ze één keer... Ja, nee, trouwens. Ik ga het hier niet... Weet je, League of Legends had ze dat in Bird's Nest gedaan. Hè? Het ex-Olympisch stadion. Had ze in Azië helemaal volgekregen met 40.000 mensen. Dan heb je het en over Azië, hè, en over de game League of Legends. Ja, als je dat in Nederland zou gaan doen, dan is de appeal voor e-sports, de doelgroep is nog een stuk kleiner. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, want je had het net al even over dat vanwege corona zit iedereen thuis. En ik heb hier wel eens een interview over gedaan met echt heel nieuws volgens mij, of ergens, ik weet niet meer. Maar in ieder geval, het ging erover van, je ziet nu heel veel op Twitch en zo, dat sporters, Max Verstappen, maar ook wielrenners en zo, die grijpen naar streamen om toch een soort van hun sport te etaleren. Misschien wel te oefenen, maar het ook tegen elkaar op te nemen. Dat is een soort van gimmick, heeft niet per se betrekking op e-sports. Maar had jij misschien meer of minder, ik weet het niet hoor, maar had je misschien een soort van push verwacht, een soort van organische push vanwege corona, dat mensen die geen voetbal kunnen kijken, gaan uitwijken naar Twitch om high-level FIFA play te zien? Ja, nou, wat je wel ziet is dat de kijkersrecords waren gebroken en de meeste mensen die tegelijkertijd op Steam aan het gamen waren, dat record was verbroken. Twitch-cijfers zijn natuurlijk wel echt omhoog gegaan tijdens deze coronaperiode. Ja. En wat je ziet klopt. En het is ook wel mooi om te zien dat voetballers, NASCAR-rijders... Hè, in Amerika heb je NASCAR virtueel gehad met de rijders. Je hebt een Lando Norris, Max Uitgezonden Verstappen... Uitgezonden op ESPN trouwens, NASCAR en zo. Dus dat is wel... Ja, dus je ziet dat traditionele sporters eigenlijk, atleten inderdaad...
uitweiden naar een Twitch, om ook contact te houden met hun fanbase. Maar het interessante van dit is dat naast dat de kijkers die ze sowieso al hadden met de traditionele sport, via de tv of de mensen die echt naar het stadion komen, een gedeelte daarvan zal ongetwijfeld ook online gaan kijken, want ze volgen misschien die atleten op social media, die posten daar een keer een Twitch linkje en ze gaan kijken. Maar tegelijkertijd mix je die traditionele doelgroep eigenlijk met de nieuwe Twitch doelgroep, dus de misschien wat jongere generatie. En wat je dan gaat krijgen is, en dat, ja, misschien hoop ik ook wel een beetje, dat als dadelijk deze COVID-19 periode weer een beetje bij is gekomen, en evenementen gaan weer door, dat een gedeelte van het Twitch platform, die wat nieuwere generatie, ook weer gaat kijken naar die traditionele sporten. Ja. Dus dat je in die zin een mengelmoes krijgt van beide. Dus die traditionele sporters blijven online actief om met hun doelgroep interactie te hebben tussen wedstrijden door. Maar dat nieuwe generaties, of jongere generaties moet ik zeggen, ook kijken naar de sporters wanneer ze echt hun sport beoefenen in de fysieke wereld. Ja. Hoe broodnodig zijn fysieke events in die e-sportswereld? Ik weet dat in Azië het dat weten we hoe het daar gaat. Maar hoe erg is het nodig hier om het aan de man te brengen? Bedoel je specifiek Nederland of gewoon e-sports in het algemeen? Laten we het hebben over West-Europa. Ja, kijk, uiteindelijk, we hebben hier fantastische events. Hè? Katowice, Keulen, we hebben in Parijs ESWC, meerdere DreamHack sowieso in Europa. En ook fysiek is net als... Ook als traditionele sport, weet je, je zit in een stadion niet alleen om op een potje voetbal te zien, maar vanwege ook de sfeer en de emotie en het geluid en de lichtshows voor een wedstrijd en al dat soort zaken. Dus als je vanuit huis kijkt, dan is het een hele andere ervaring. Dat is het eigenlijk. Het gaat om de ervaring. Naast dat je elkaar ook ziet in het echt dan, is het ook echt de ervaring van bij zo'n event zijn en jouw helden zien spelen, de lichtshows, de mensen. En ik denk dat dat iets is wat altijd bij de community betrokken zal zijn. Dus fysieke evenementen waar je elkaar kan ontmoeten, waar je spelers kan zien spelen, waarbij het echt gaat om de sfeer, de emotie, de experience die je bij zo'n event opdoet. Ja, ik word ook wel een beetje ziek van, alles is tegenwoordig een ervaring. Als je een scheet laat in het donker, dan maakt een PR-campagne er wel een ervaring van. Dan denk je, maak een scheet in het donker experience. Nu live op Android en iOS. Ik mag hopen dat je een scheet toch iets anders vindt dan een groot e-sports event in een hooi. Dat is zeker waar. Daar moeten we het over hebben. Want even iets heel concreets. Wat is het met die twee luchtstaven die ze zo bang, 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 bang tegen elkaar slaan in e-sports? Wat is dat? Waar is dat begonnen? En hoe... Weet je wat ik bedoel? Wat bedoel je? Luchtstaven? Ja, nee, luchtstaven. Het zijn van die opblaasdingen, van twee van die staven, en die slaan ze zo fucking achter op elkaar. Martin is al lachen, moet ik ook lachen. Maar weet je niet wat ik bedoel? Ja, omdat ik het ken. Ik zie het voor. Ik zie gewoon die beelden die voor me, dat al die gasten zo... bedoel je? Ik was een keer bij Call of Duty Experience. En ik zat daar gewoon fucking chill, weet je wel. Ik had net Snoop Dogg en Wiz Khalifa gezien. Ik zag zo, misschien wel gewoon Contact High. En ik zat te kijken en het was echt interessant. Opeens zat er een guy naast me. Bam, 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 bam. En ik kreeg gewoon bijna een TIA. Ik heb 2 weken bij moeten komen. Het is echt heel gekend. Ik moest even nadenken. Ik dacht lichtstaaf. Nee, lucht. Wat voor lucht. Staaf, als ik nou licht in? Zei, dan ja, luchtstaaf, is het ja, nog steeds dat moment nee, geweest. Luchtstaaf, ik denk, impact. Ik denk, wat bedoel je nou in hemelsnaam? Lucht. Ik dacht aan Beat Saber te denken. En, Beat Saber? Nee. Van alles en nog wat. Maar je bedoelt inderdaad die opblaasbare dingen in het stadion. Ja, ik zou eigenlijk eerlijk gezegd niet eens weten waar die vandaan komen. En waarom dat bij e-sports evenementen echt een ding is. Het is echt een ding. Bij een voetbalstadion krijg je die Het is echt een ding. Ik schrok ervan. ja, mensen klappen ermee. Ik laat ze meestal liggen, maar ja. Hoe beleef... Misschien heeft dat ook wat ook voor de ervaring. Over ervaring gesproken. Hoe ervaar jij een e-sports wedstrijd? Want ik ben wel eens... Ik kan daar helemaal in meegaan. Oké, dat vind ik cool om te horen. Ja. Ik heb dat namelijk ook. Ja, ik kijk heel graag e-sports en dan zit ik er echt in, zeg maar. En soms dan kijk ik bijvoorbeeld... Ik ben laatst Rocket League toernooi geweest. Gekeken bedoel ik. En toen... Ik speel zelf Rocket League. Alleen ik vind het heel moeilijk om het te verplaatsen in iemand die er goed in is. Als iemand die er heel erg slecht in is. Maar ik kan er toch van genieten. Maar is het zo dat jij als oud speler er dan ook van geniet als een kijker? Of kijk jij ernaar als atleet? Dat is eigenlijk mijn vraag, als ik eerlijk ben. Ik moet toegeven, alleen bij Trackmania kijk ik er ook naar als atleet, omdat ik de game zo onwijs goed ken, dat je ziet gewoon
waar, als je als kijker kijkt naar een livestream en je ziet iemand steeds dezelfde fout maken, maar dat heeft hij niet door, dan ga ik me irriteren, weet je wel. Dan denk ik van, jongen, daar zit het hem. Daar kan je tijd winnen. Maar tegelijkertijd ben ik ook een casual en kijk ik er gewoon heel open-minded naar. Maar dan heb ik het over Trackmania. Als ik ook als host een tijd lang van Inside Esports kijk naar games als Counter-Strike, League of Legends, waar ik zelf geen speler ben geweest, kan ik wel echt genieten van de gameplay, de strategie, de tactiek, het onderling contact met de spelers. En dan fascineer ik me ook. En zeker ook in een game als Counter-Strike, wat heel erg snel gaat. Hè, elke 2 minuten, eigenlijk 2,5 minuten, een nieuw rondje. Dan zit ik wel op het puntje van mijn stoel. En kan ik wel echt meeleven als er mooie en minder mooie dingen gebeuren. Ja, heel vet. Heel cool. En gewoon als neutrale toeschouwer dan, ja. Hè, want ik heb die game niet professioneel gespeeld. Dus wie ben ik dan om daar spelers over aanwijzing op te geven? Dus ik kijk dan naar zulke games echt als neutrale kijker. En geniet ik gewoon van de game die gespeeld wordt. Want jij bent ook consultant. Dus jij bent wel iemand die in zekere zin begeleidt ook. Nou, ligt eraan, hè? Op zakelijk gebied zeker. Ja, dus dan heb je het meer over dat je met bedrijven werkt om te denken aan marketingstrategie of campagnes of mijn netwerk gebruiken om ze te connecten aan een mogelijk interessante partij waar ze iets mee kunnen. Waarvoor kan je iets noemen waarvoor jij verantwoordelijk bent? Welke campagne jij achter zet, waar mensen jou misschien wel van kunnen kennen? Ik denk de grootste die, in ieder geval in Nederland, is de Vodafone Family League. Wat eigenlijk ook weer in contact staat met mijn bedrijf Parents of Play. Dus het Ouders en Gamende Kids en mijn boek daarbij. En bij de Vodafone Family League, wat we hadden gedaan uiteindelijk is, of hoe het eigenlijk tot stand kwam, is, ik was bij een event en daar was iemand van Vodafone Duitsland aanwezig. Nou, gesprek mee gehad, die zei, oh, super interessant wat je doet. Ik connect je met Vodafone Nederland. Nou, zo is het gegaan. Dus hun wilden iets met gamen, Vodafone Nederland. En Vodafone is best wel een beetje een familiebrand. Ze hebben de Red Together bundle voor de hele familie, dat soort zaken. En toen zei ik, nou, ik werk ook met families. Nou, toen hebben we uiteindelijk de Family League bedacht samen. Hebben we uitgezet, hoe je dat ook noemt. En vervolgens een campagne omheen gedraaid. Dus we hadden niet alleen de advertentie, zeg maar. De campagne video, zoals ik het dan graag noem, van 3 minuten was die. Waarbij we 2 gezinnen hadden gevonden met een gamend kind. En de gamende kinderen gingen hun ouders meer leren over Fortnite. Vervolgens gingen papa en mama van gezin 1 tegen papa en mama van gezin 2 spelen in de finale. En de winnaar kreeg een beker. Puur om ouders ook meer te laten begrijpen van wat hun kind doet. Maar daarnaast hadden we dan ook workshops bij Vodafone op het hoofdkantoor. Een paar tips en tricks video's die ook op YouTube staan. En een lesmodule omtrent de spelschijf van 5. Dat is een van de modellen waar ik in les geef. Omtrent balans, slaapstudie, sport, sociaal spel. Daar is een online lesmodule voor gemaakt die op basisscholen en middelbare scholen nou gebruikt wordt. En dan, weet je, het proces is in feite dat je ontmoet elkaar. Je gaat in gesprek. Wat wil een Vodafone? Wat is de achtergrond van een Vodafone? Normen, waarden, waar willen ze naartoe? Wat zijn de producten die ze hebben? En vervolgens ga ik linkjes vinden met de gaming- en e-sportsindustrie. En gaan we samen brainstormen om er echt iets moois van te maken. Met Vodafone is dat heel erg gelukt. Het is een van de topcampagnes die ze in de afgelopen 10 jaar hebben gedraaid. Ja, cool. Dus daar ben ik ook wel trots op. Dat is cool, man. Ja. Hey, je noemde het net al even tussen neus en lippen door. Je hebt een boek geschreven. Yes, klopt, ja. Mijn gamende kind. Dat is heel mijn iets anders weer. Kind. Ja, het valt een beetje in het rijtje met dan wel het project met Vodafone, want het is ouders en gamende kinderen. Het boek is echt geschreven voor ouders die gamende kinderen hebben. En de missie van het boek is echt om de relatie tussen opvoeder en gamende kind te herstellen, behouden of versterken, afhankelijk dan van de beginsituatie. En ook kinderen in een betere balans te brengen of te houden. Dus het is in ieder geval voor iedereen die een gamend kind heeft. Ja, waarom wilde jij dit boek schrijven? Want jij hebt zelf geen kinderen. Nee, dat klopt. Mijn ervaring is voornamelijk heel erg persoonlijk. Toen ik professional werd in 2007, toen was ik 15 jaar oud. Toen tekenden mijn ouders een contract destijds. Toen was de situatie thuis nog goed, maar met de maanden, jaren, werd voornamelijk de relatie tussen mij en mijn moeder nogal wankel. Zeker op het gebied van communicatie. Weet je, mijn moeder had weinig interesse. Veel discussies, irritaties, weet je, problematiek. Ja, daar wordt de relatie niet beter op. Dus dat is jarenlang zo doorgegaan. Maar dat kwam omdat jij zoveel aan het gamen was?
Ja, ik was natuurlijk een gamer en de belofte was gewoon, hè, school moet goed gaan, dan mag je blijven gamen. Nou, daar had ik geen moeite mee, de school ging goed. Ik was gewoon een voetballer, nog altijd 3 keer in de week, hè, 2 keer trainen in het weekend de wedstrijd. Dan had ik ook gewoon mijn vriendengroep, heb ik nou ook al 14, 15 jaar, dus die had ik toen ook. Daar had ik eigenlijk net mijn vriendengroep. Dus eigenlijk op die S'en ging het op zich goed, behalve de S van spel. En ja, ze zag een kind inderdaad achter de computer zitten, had daar weinig mee. Etenstijd moet ik toegeven, was ik wel regelmatig. De S'en, ja, ik zal ook even de S'en. Wat zijn de S'en? Oh, slaap, studie, sport, sociaal en spel. Dat is de spelschijf van 5. Nee? Okay. Ja, als je dat een belangrijk levenscomponent vindt, kan je die er wel bij doen. Ja. Maar die 5 moet in een goede balans zijn. En ja, mijn moeder, in principe waren die in balans, maar mijn moeder had gewoon niks meer gamen. Dus daar lag een problematiek. Ik zette me af tegen mijn moeder, want zij had geen interesse in mijn favoriete hobby, dus ik vond dat niet leuk. Nou, uiteindelijk ging dat alleen maar, was het gewoon neerwaartse spiraal. Nou, jarenlang doorgegaan, erg irritant, hè? Frustraties, ruzies, noem maar op. En uiteindelijk in 2014 ben ik voor het eerst geïnterviewd in de media, NOS was dat. En dat heeft het ijs doen breken. Toen zag mijn moeder in één keer van vrek, mijn gamende kind is in de media, nationale media. Kreeg mijn moeder ook positieve reacties van haar omgeving. Haar omgeving was eerst vrij negatief naar mij als gamend kind. Of eigenlijk tegen mijn moeder van, ja, je hebt een gamend kind, weet je, wat is dat nou? Dus die werden opeens positief. Mijn moeder is gaan kijken naar die interviews. Ze is anders gaan kijken naar gamen. Op een andere manier met mij gaan praten ook. En dat heeft uiteindelijk de relatie weer langzamerhand toe versterken. En daar ging ook wel een paar jaren overheen. Maar omdat ik door die situatie ben gegaan met mijn moeder en weet ook dat heel veel andere ouders in een vergelijkbare situatie zitten, maar ook gamers, hè, andere gamers, nou, dacht ik van ja, hier kan ik op basis van mijn ervaring iets mee doen. Toen ben ik in 2016 workshops gaan geven voor ouders met gamende kinderen. Nou, die sloegen heel erg aan. En in 2017 ben ik toen eigenlijk begonnen met het boek. Het was niet het idee om een boek te schrijven. Ik wilde gewoon mijn kennis in een Word documentje schrijven. En daar is uiteindelijk het boek nou een resultaat van geworden. En ook het bedrijf Parents of Play, hè, waarmee ik opvoeders help met gamende kinderen. Samen met een pedagoog en een opvoeddeskundige doe ik dat. Parents of Play? Ja, Parents of Play, zo heet het bedrijf.nl. En ja, daarmee helpen we dus echt opvoeders met gamende kinderen. Ja, met dus als missie om de relatie te herstellen, behouden of versterken, afhankelijk van de situatie. We willen het gewoon voor ouder en voor de gamer prettiger maken in het huis, weet je. Waarbij er begrip is naar elkaar, respect naar elkaar, mensen snappen wat er gaande is. En, het klinkt nu een beetje alsof het problemen leidt. Maar het klinkt nu echt alsof het een beetje een probleem is als je als kind aan het gamen bent. Nee, nou, dat is het dus zeker niet. Dus wat we inderdaad beogen is om ervoor te zorgen dat men gewoon op een leuke manier om kan gaan met gamen in een huishouden. Op een manier die niet leidt tot irritaties bij de gamer en ook niet bij de ouder. Want vaak zijn het de ouders die natuurlijk ook niet opgroeien met deze innovatie, zullen we maar zeggen. Ja. En ergens valt ook wel te begrijpen dat ze af en toe denken van ja, verrek, ga eens een keertje naar buiten. Maar het gaat om de manier waarop. En er zijn ook gamers die inderdaad wel heel erg veel achter zo'n ding zitten. En die kunnen inderdaad wel eens een keer wat minderen. Maar het gaat gewoon om een goede balans. Want gamen, nogmaals, ik ben zelf gamer geweest. Ik ben absoluut helemaal voor het gamen. Je kan er zoveel van leren. Ook als gamend kind. Zoveel kwaliteiten die je vervolgens in het echt kan gebruiken. Maar tegelijkertijd, hè, je moet er met z'n allen thuis van genieten. Ik denk dat met het werk wat we doen, hebben we al heel veel gezinnen, ook tot op heden in de afgelopen jaren, kunnen helpen. Om die situatie thuis omtrent gamen wat fijner te maken voor iedereen. Dus het kind blijft gewoon gamen, maar het is minder irritaties, frustraties, ruzies, discussies. Je zegt... Doe je ding. Ik vind het rete interessant. Ik zou bijna zeggen, mijn ouders hadden jou nodig gehad vroeger. Ik was echt wel een problematisch gamend kind. Ik heb echt mijn school... Ik haalde gewoon 3 en 4... Het maakte me gewoon gereed maar uit. Het enige dat ik speelde was Rainbow Six. En Return to Castle Wolfenstein. En ik speelde ook MLG. Dus dat was ook wel eens. Toen had je nog niet echt e-sports. Zeker niet op console. Maar je had toen wel MLG en Game Rankings. Ja, hoe heet het? Game Ranks. Ik weet niet meer. Game League? League Gaming? Major League Game? Nee, dat is MLG. Nee. Dat is MLG. Maar je had er ook nog één naast. Ik ben even. Game Ranks? Rankings? Game Battles. Game Battles. Dat was hem.
Dat waren de competitieve platformen. En we hadden een clan. En dat was mijn sociaal leven. En mijn leven bestond gewoon uit die twee spelletjes. Met name daarna Rainbow Six 3. Ja. En daar ging alles aan onderdoor. Letterlijk bijna. Want mijn relatie met mijn ouders was ook heel slecht op dat punt. Zij begrepen het ook niet. Wat logisch is achteraf. Want er was geen enkel raakvlak. Mijn vader speelde wel nog steeds heel veel games. Mm-hmm. Maar er was geen raakvlak. En dat was toen al niet uit te leggen. En bijna... Ja, ik zou het zeggen pijnlijk, maar het is een beetje schokkend om te horen dat er nog steeds zijn ouders zijn die daar op die manier mee worstelen, als je snapt wat ik bedoel. Ja, ja, heel veel zelfs. En weet je, in zekere zin zeggen mensen wel eens, wauw, je hebt echt een gat in de markt gevonden. Maar eigenlijk is het ook niet echt gevonden. Wat jij hebt meegemaakt, in zekere zin, heb ik dan ook meegemaakt. En ja, op basis ik heb van zo'n ervaring... Hè? Sorry? Ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Ik zat helemaal in Counter-Strike. Ja. Ik deed niks anders meer. Ik haalde alleen maar 3 en 4 op school. Ben 2 keer blijven zitten en 1 keer gezakt voor mijn examen door puur alleen Counter-Strike. Ja, ik ook. Precies hetzelfde. Ja, moet je kijken. Ja. En mijn ouders zaten ook met hun handen in het haar van geen idee wat ze moesten doen. Ja. Ja, dus ja, dat is de reden dat ik uiteindelijk nu opvoeders, maar ook dus Game of the Kids. We zijn er niet alleen voor de ouders, alhoewel dat de eerste doelgroep is waar we ons nou op richten. Omdat je ook via ouders wel bij kinderen komt. En die gezonde balans, slaapstudie, sport, sociaal spel. Ik denk dat dat een heel, heel belangrijke houvast is voor zowel ouders als ook voor de gamer zelf. Hoe dun is de grens tussen ambities om professioneel e-sporter te worden en lomp gezegd verslaving? Nou, het interessante van professioneel zijn en eigenlijk ook professioneel worden is dat die S ook in balans moeten zijn. Ja, want een professional, en zeker tegenwoordig, die hebben al die coaches, de fitness en coaches en de voedingsdiëtisten, psychologen, ergotherapeuten, weet ik veel wat, mediatraining. En als je professional wil worden, dan gaat het niet alleen maar om heel erg goed zijn in die game. Maar een team scout natuurlijk ook redelijk naar hoe ben jij sociaal, want je moet in een team kunnen functioneren. Ja. Uiteindelijk. En als jij op sociaal vlak, je kan wel 12 uur per dag gamen, maar als jij en heel goed zijn, maar als jij sociaal gewoon heel slecht bent, dan word je niet gekozen. Als jij niet past bij het imago van een team, word je niet gekozen. Dus dan moet je sporten en actief zijn om daar toch bij te horen. Dus kijken naar de professionals, een fitte lifestyle is heel erg belangrijk. Niet alleen om professional te worden, omdat je ook de gezonde energie moet hebben, de concentratie. Om uiteindelijk en je replays analyseren, fouten ontdekken, om beter te worden. Maar dan heb je het echt over iemand die al in het ecosysteem zit van een atleet, van een digitale atleet. Maar neem even Shaki, die gewoon verrekkers goed is in Hades. En ik zeg Hades, maar laten we Counter-Strike Source pakken. Hoe kan die, laten we Go pakken, CSGO, laten we niet een game pakken van 12 jaar oud. Waarom kan die niet... Hoe zeg je tegen die ouders van, het gaat Shaki waarschijnlijk niet lukken en dit stevend af op een problematisch geheel. Dit is gewoon een klein rondetje. Ik zou daar al niet mee beginnen. Dus ik zou, als een kind of afhankelijk van zijn leeftijd, een tiener, zoiets heeft van, ik zou wel als professioneel willen proberen te worden. Er zijn zoveel jonge kinderen die zeggen, ik wil Messi worden, ik wil Cristiano Ronaldo worden, maar je gaat ze niet op voetbal zetten, omdat ze die droom hebben. Nee, je stuurt ze naar de lokale club waar ze begeleiding hebben en waar ze gecheckt worden met een coach. En het ecosysteem, en ook in Nederland, maar ook wereldwijd, we hebben nog niet overal lokale clubs met begeleiding, maar wat je dan kan doen is, weet je wat, jij hebt die droom, we gaan er samen over praten, hoe kunnen wij voor jou die droom proberen misschien wel werkelijkheid te maken? En dan ga je dus met je kind samen nadenken over, jij wil professional worden, nou, wij gaan je daarin supporten. Maar dan gaan we wel bepaalde trainingsavonden hebben en dan is het van belang dat je ook hieraan houdt en fysiek actief zijn. Dat je ook kijkt naar je analyses en je replays. Dus je gaat je kind als het ware mentoren, als het ware coachen, maar dan als ouder in het huis. Dus niet dat hij dan 12 uur gamet en je wil ook niet zijn droom kapot maken van ik wil professional gamer worden, ik zie dat wel zitten. En dat je dan als ouder zegt van maar wacht eens even, dat gaan we niet doen. Dan sta je direct al met de hak, je kind zet de hakken in het zand, want hij gaat toch wel gamen, of je het nou leuk vindt of niet. Ja. Dus dan kan je beter daarin meegaan en zeggen, vind ik een fantastisch plan, maar dit en dit en dit is ook belangrijk, je studie natuurlijk is ook belangrijk, dus we gaan het in balans houden met die S'en,
We geven je de vrijheid om te trainen. We gaan er naar vragen. Hè. Misschien elke maand dat je samenkomt en zegt, hey, hoeveel ranks ben je al omhoog gegaan? Hè, als je als ouder daar ook goed in interesseert. En op die manier behoud je een betere connectie, als het ware, met je gamende kind, waarbij de communicatie heel erg open is en je ook weer veel beter afspraken kan maken. Het loopt allemaal hand in hand wat dat betreft. Oké, okay. Ja, makes sense. Hey, in het boek geef jij antwoord op de 50 meest gestelde vragen over kinderen en gamen. Wat is zo'n vraag? Ja, nou ja, de webcam, hè. Ik... 50 meest voorkomende vragen inderdaad, waar we antwoord op geven. En zal ik eens een vraag noemen. Ik zal voor de webcam even de inhoudsopgave ervoor houden. Het zijn dus 4 delen. Wil je een van mijn favoriete vragen horen? Ja, gooi er gewoon in. Toe. Deel 4 is, wat als mijn kind een pro wil worden? Nou, we hebben het net over gehad. Hè? Maar weet je, een interessante is altijd... hoe lang is te lang? Of schermtijd en afspraken daaromheen? Vind ik interessante vragen. Ook wel eens vragen van, maakt game agressief? Hè, bijvoorbeeld, dat ouders zeggen, ja, mijn kind die agressief schreeuwt. Wordt elke gamer een soort zombie? Dat is ook een vraag die we erin in hebben zitten. Wat maakt gamen leuk? Werkt gamen ontspannend? Word je fysiek handiger van gamen? Maakt gamen je socialer? Is mijn gamende kind online veilig? Bestaat gameverslaving officieel? Hoe stimuleer ik zijn sociaal leven? Wat kan ik doen als mijn kind gameverslaafd is? Dus het zijn allemaal vragen die ik in de afgelopen jaren eigenlijk van opvoeders heb gehad. Waarbij de schermtijdvraag toch wel een van de meest bekende is. Mm-hmm. En het zijn dus 50 vragen. Geschreven met Derdere Endhoven trouwens. Dus niet een uppie, maar samen met Derdere Endhoven. Zij is moeder van 2 gamende kinderen. Zij is een wetenschapsjournalist. Dus ik was echt meer van de inhoud. En elk hoofdstuk is zo opgebouwd dat we als het ware eerst een soort van kleine summary hebben. En ik laat het ook allemaal in de webcam zien. Dus als je een vraag hebt. Ik heb nou de vraag, is gamen slecht voor je ogen? Dan heb je eerst een antwoord in het kort voor ouders. Daarna heb je een aantal pagina's met wat meer tekst en diepgang en wetenschappelijk onderzoek als het ware. En dan op het einde hebben we een aantal spelregels, zoals we dat noemen, voor ouders. En dat zijn eigenlijk tips en adviezen. Okay. Dus daar kunnen ouders mee aan de slag. Dus we wilden namelijk een heel praktisch boek maken, want ik ken het wel ook als gamend kind, dat je ouders dan zegt van, toon interesse. Ja. En wat is dat dan, interesse tonen? Want als jij een niet hele goede relatie hebt met je kind en je komt naar je kind toe en normaal gesproken heb je ruzie of discussie over gamen en dan opeens zeg je, hé, maar wat is dat eigenlijk? Ja, dan kan je de wind van voren verwachten. Dus hoe bouw je dat op, bijvoorbeeld? En hoe toon je nou eigenlijk interesse? Dus het zijn echt concrete stappenplannen die we in het boek beschrijven. Oké, okay. Nou, helder. Waar ik wel benieuwd naar ben, in hoeveel huishoudens dit speelt, problematisch gamen of slechte communicatie omtrent games. Ik ben benieuwd, want bijna iedereen gamet nu. Er kwam laatst een onderzoek naar buiten dat 8,5 miljoen gamers in Nederland zijn. Volgens mij heeft bijna elk huishouden heeft wel een gamer. Dus ik vraag me ook af hoe groot het probleem is in Nederland. Ja, er zijn zo'n 80.000 kinderen die problematisch of richting verslaafd gamen. En dat is op basis van onderzoeken van onder andere dan ook Trimbos. Data, moet ik toegeven, is wel wat verouderd. Het is een paar jaartjes oud wat dat betreft. Maar op de website ook van Trimbos, dat is volgens mij Gamen en Info of Gamen Info. Vergeet altijd precies of er nog een N tussen zit of niet. Maar daar staat wat data op. En dan kan je ook via uiteindelijk Centrum Jeugd, SRCI, kun je ook weer data bekijken. Dus er is wel data te vinden, het is alleen wat ouder. Maar het is ongeveer zo'n 80.000 kinderen die tegen problematiek aan zitten. Maar het interessante is dat de grootste doelgroep, ook van ouders, zijn niet per se gamers die echt problematisch zijn. Maar dat zijn de mensen die gewoon steeds elke dag weer discussie hebben over etenstijd of schermtijd. Dus die hebben niet een verslaafde of problematische gamer. Maar hebben wel veel irritaties en frustraties omtrent het thema gamen. Wat niet leuk is voor ouder en natuurlijk ook niet voor kind. Dus we spreken trouwens wel alle doelgroepen aan hoor, daar niet van. Maar het percentage mensen die strijd heeft in het huis is eigenlijk onbekend. Ik vraag me wel af, in hoeverre, dat is een beetje een stokpaardje van mij, maar in hoeverre heb jij de indruk dat spellenmakers daarin verantwoordelijkheid hebben? Om het dan breder te trekken, ik vind wat EA doet met
EA Ultimate Team modi in sportgames vind ik echt volstrekt krankzinnig. Ik snap echt niet dat dat legaal is. Het gokken eigenlijk, hè? Lootboxes, maar dan kaartjes. Het is gewoon een digitale trekautomaat. Het is gewoon inspelen op de gokgevoeligheid van kinderen. En er is geen wetgeving die dat verhelpt. En natuurlijk, we leven in een vrij land. Iedereen moet doen en laten wat ze willen. Maar een 16-jarige mag ook geen alcohol drinken. Ja. En waarom mag hij wel een digitaal casino binnenlopen? Het interessante vind ik daarbij, weet je, lootboxes waren wel afgeschaft door de government. Was dat de regering? Niet echt. En, niet echt dus. In Counter-Strike, dus via Steam mocht dat niet meer. Nou ja, je mag ze niet meer digitaal verhandelen. Maar de lootboxen zitten nog gewoon in de games. Er is verder niks veranderd. Je moet weten wat je koopt. Daar kwam het op neer. Dus je moet weten wat je krijgt. En dus in die zin is het gokelement er een beetje vanaf. Maar in een FIFA met de packs is het dus nog altijd onbekend. Ja, het is zeg maar, je mag ze niet meer. Blindboxes mag je niet meer verhandelen in-game. Voor echt geld. Nee, maar de lootboxen zitten er nog gewoon in. Ik kan nog steeds 1000 pakjes kopen en 0 keer Messi halen. Zonder dat ik het weet. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is ook zo specifiek voor FIFA. Ik vond het wel mooi dat volgens mij een speler van Schalke, een FIFA-speler van Schalke, die zei, ik ga dit seizoen geen packs meer kopen. Ik wil van die pay-to-win af. Vond ik wel een mooie. Ja, maar dan denk ik ook wel, Jezus Christus, dan maken ze zich harder voor. En dan is het argument pay-to-win. Nee, het argument is dat kinderen jullie die pakjes zien kopen. En dat ze denken, hey, ik wil ook pakjes kopen. Want Johan op internet doet het ook. Dat is het argument. Ja, maar dat is toch ook een beetje. Johan, op internet doet het ook. Als je gewoon YouTube nu aanzet, je ziet bijna elke YouTuber-influencer, zie je gewoon streams doen, dat ze, ik weet niet hoeveel pakjes open aan het maken zijn voor 100 euro's. Ja, ik zei het ook, want ik kom regelmatig in die stadions. Ik kwam regelmatig in die stadions voor RTL. En dan zie je gewoon, die hebben allemaal van die eigen e-sports teams. En hier krijg je 2000 euro. Knallen maar even de 1000 pakjes tegenaan. Lekker man. Hier, open ze maar op de PSV-stream. Dat is krankzinnig. Dat is gewoon gokken. Waar hebben we het over? Ja, ik ben het daar volledig mee eens wat dat betreft. Dus, en dan de verantwoordelijkheid, waar je het over had. De vraag die je stelde, de verantwoordelijkheid bij de uitgever. Ja, weet je, EA vind ik, zeker met de game FIFA, dat is wel een irritante situatie misschien. Want wat je zegt, hè, die packs, je weet niet wat je krijgt. Je moet ervoor betalen. Het is ook wel een beetje pay to win. Want als professional heb je nou eenmaal dan die beste spelers weer. Voetbalclubs die daar budget voor uittrekken. Gelukkig in veel andere games is het pay to win element niet aanwezig. Als we kijken naar e-sports. Hè, want eigenlijk e-sports hoort dat ook helemaal niet thuis. Nee. Notabene. De vraag is ook wel eens, is FIFA een e-sport? Wat is dat? Waarom speel je niet gewoon clubs tegen elkaar? Waarom moet het Ultimate Team zijn? Ja. Maar kijken naar de verantwoordelijkheid. Kijk, games hebben uiteindelijk een entertainment factor. En ik krijg ook wel eens de vraag van, zijn games tegenwoordig meer verslavend dan vroeger? En dan denk ik van, dat is een interessante vraag. Want het is gewoon een hele andere tijd. En games, weet je, de grootste games hebben eigenlijk de definitie misschien van een hele grote game, hè, veel mensen die het spelen. Dus is een game dan meer verslavend, omdat meer mensen het spelen? Nee, een game heeft dan de grootste entertainment factor. Hè. Mensen vinden het gewoon de leukste game om te spelen op dit moment. Wel worden er steeds meer trucs gebruikt, hè, om mensen aan het spelen te krijgen of aan het spelen te houden. Ik vond een hele grote is natuurlijk de free-to-play games. Hè. Vroeger betaalde je 50, 60 euro, kocht je een game. Had je hem uitgespeeld, moest je weer een nieuw kopen. Ja, en tegenwoordig zit er eigenlijk geen einde. Hè. Je downloadt een game gratis. Je hebt nieuwe seizoenen die om de zoveel keer uitkomen. In-game aankopen. Heel ander businessmodel. En dat is een interessante ontwikkeling. Maar tegelijkertijd groeit jeugd groeit ook op met deze ontwikkelingen. Zijn zich er vaak ook enigszins van bewust. En ik denk wel dat uitgevers meer hun best kunnen doen om wat te stimuleren. Ga ze een keer naar buiten of doe eens zus. Of dat e-sports teams ook laten zien wat ze buiten het trainen doen. Dus dat ze niet alleen maar gamen, maar dat ze ook hardlopen met het team. Of dat ze andere fysieke dingen doen. Dus ik denk dat de industrie in zijn geheel een bepaalde verantwoordelijkheid heeft richting jongeren die aan het gamen zijn, om te laten zien en te laten merken van, hey, game is leuk, game is entertainment, gamen moet je vooral blijven doen, maar let ook op. Ja. Andere dingen.
Nice. Hey, ik vind het tof, man, om met jou te praten over dit soort dingen. Heel vet. We hebben alweer 50 minuten zitten tijd babbelen, dus we moeten er helaas een einde aan breien. Want jij moet over 5 minuten ook de meeting in. En ik moet nu boos de Jumbo opbellen waarom ze te laat zijn. Ik zag je wel uit je raam kijken. Dus het is, Ja, maar er gebeurt heel veel buiten hier ook. Ja. Behalve een heeft vrachtwagentje voor de deur. Misschien wel. Misschien wel. Hey, voor het boek van Koen kan je gewoon de link in onze beschrijving checken. Dan kan je hem gaan checken. Kan je hem lezen. Thanks. En ik zou het tof vinden als je misschien nog een keer bij ons aanschrijft, Koen. Ja, absoluut. De laatste keer hadden we samen Formule 1 gespeeld. Ja. Toen kon dat nog. Toen kon dat nog. Zeker. Ja. Toen kon dat nog. Nee, maar ik vind het gewoon tof om met jou over dit soort dingen te praten. Ik vind het heel vet. Laten we dat absoluut volhouden. Ja, je bent een... Zeker. Super interessant. Een encyclopedie. Een Oké, dit gaat niet goed. Maar e-sports encyclopedie. Nou, ik denk dat we met z'n allen al zo lang in deze industrie zitten. Jullie kennen ook de ins en outs wat dat betreft. Maar we hebben allemaal net een ander perspectief. En dat levert weer interessante gesprekken op. Ja, dope, man. Ik vind het heel dope. Goed, check de link in de beschrijving voor het boek van Koen. Ik wil Ron bedanken voor deze powerpraat. En check ook de Gamer.nl podcast, want die hebben er al 300 op zitten. 300? Ongekend. Insane, echt insane. Mag voor geklapt worden, denk ik. Dat vind ik te veel eer, hoor. Maar dankjewel. Klein applausje. En nog een shout-out naar onze sponsor van vandaag, AOC, voor het dat ik deze monitor morgen leen. Ik check nog even op mijn speakerbriefje. De C27G2U, 165 hertz. 1 milliseconde vertraging. Is dat een beetje goed genoeg voor Trackmania, 1 milliseconde? Ja, ik denk dat dat op zich wel moet werken, ja. Ja? Dus ik kan nu een pro Trackmania speler worden? Ik wil je daar best in begeleiden. Gaan we doen. Wat? Ik leg al mijn YouTube-geld in. Wat wordt een professional? Een PU-professional in Trackmania. De PU-professional. Ik leg al mijn dat klinkt wel tof. De klinkt wel professional. Lekker. Ja, toch? Ja. Dope. Hey, heren, bedankt. Jij bedankt voor het kijken, luisteren, wat je ook hebt gedaan. Als je dit op YouTube hebt gekeken en hebt geluisterd, gooi dan even een subje op ons. Dan kunnen we meer van dit soort powerpraats maken. En heb je het geluisterd op een of andere podcast ding, laat een reactie achter, een likeje of ik weet niet wat je er allemaal kan doen. Wat kan je er eigenlijk allemaal op doen, Ron? Jij hebt er al 300 gemaakt. Kan je reageren? Kan reageren. Recensie? Martin is de mooiste man op aarde en 5 sterren geven. Lijp, doe dat. Goed. Doei!